Drie maanden al wordt er iedere dag gevochten. Vallen er bommen en komen er militairen en gewone mensen om het leven. Dorpen en steden zijn verwoest. Voor de Oekraïners moet hun leven nu totaal anders zijn dan in die maanden ervoor. Ze hadden ook heel lang gedacht dat dit nooit zou gebeuren. Dat een Russische president Oekraïnse steden zo zou bombarderen en zoveel mensen zou doden en op de vlucht zou jagen. Dus voor Oekraïne is dit een verandering van hun geschiedenis die ze hebben doorgemaakt. Maar ze hebben ook heel erg dapper gevochten en daar zijn ze ook heel erg trots op. Hoe ze Rusland eigenlijk tot stilstand hebben gevochten. De Russische president Poetin viel Oekraïne binnen omdat Rusland beschermd moest worden, zei hij. Oekraïne wilde te veel vrienden worden met andere Europese landen en de Verenigde Staten. En dat vond hij een bedreiging voor Rusland. En ook al waren veel landen er tegen, Poetin begon toch een oorlog. Dit is hoe het gegaan is. Drie maanden geleden valt het Russische leger Oekraïne op verschillende plekken binnen. In het noorden, oosten en het zuiden. Langzaam maar zeker nemen ze meer grondgebied in. De Oekraïnse hoofdstad Kiev willen ze ook in handen krijgen. Maar dat lukt ze niet. Het leger van Poetin trekt zich terug. En niet alleen daar. Op meerdere plekken herovert het Oekraïnse leger grondgebied. De Russische militairen vechten nu vooral in het oosten, in het gebied dat de Donbas heet. Na een lange strijd nemen ze de stad Mariupol in. Er wordt nu vooral in dit gebied gevochten. Maar de opmars van het leger gaat niet zo snel als de Russen zouden willen. Rusland heeft best veel teleurstellingen moeten verwerken. Rusland had zelf namelijk gedacht dat ze binnen een paar weken misschien wel heel Oekraïne zouden innemen. Of in ieder geval de hoofdstad of hele grote stukken van het land. En nu heeft meneer Poetin toch dat slechte nieuws moeten verwerken dat zijn leger niet zo goed is als hij zelf dacht. En nu neemt hij vooral stukje bij beetje, dorpje voor dorpje grondgebied in het oosten van Oekraïne. En dat zou hij nog best wel eens lang kunnen volhouden om op deze manier tegen Oekraïne te blijven vechten. Het is moeilijk om in een oorlog aan betrouwbare informatie te komen. Daarom is het niet goed te zeggen hoeveel militairen er om het leven zijn gekomen of gewond zijn geraakt. Tienduizenden misschien wel. Ook zouden er duizenden gewone Oekraïners zijn omgekomen. En onder hen honderden kinderen. Voor kinderen is dit echt een nachtmerrie die uitkomt. Dat je steeds maar naar de schuilkelder moet omdat er bombardementen plaatsvinden op je stad. Dat je je eigen ouders ook heel bang ziet zijn. Of dat je ziet dat je vader mee moet gaan vechten in het Oekraïnse leger. Terwijl je moeder gaat vluchten en jou meeneemt de grens over. En dan maak je natuurlijk heel veel zorgen over waar je vader is en of hij nog leeft. Dus veel kinderen maken nu dingen door die gun je niemand op de wereld. Het feit dat Oekraïne Rusland zo heeft tegengehouden, dat is al zo knap, dat is eigenlijk al winnen. Maar nu komt de volgende moeilijke vraag. Wat gaat Oekraïne nu doen? Gaan ze proberen al dat terrein ook weer terug te pakken van Rusland? Wat ze wel zelf zeggen dat ze willen doen. De Oekraïnse president Zelensky heeft gezegd dat de oorlog hierdoor sowieso nog maanden gaat duren. Maar misschien duurt die wel nog langer. Ik denk dat er best een grote kans is dat ze een tijdje gaan stoppen met vechten. Maar dat is nog niet hetzelfde als vrede. Want vrede betekent echt dat ze met elkaar nieuwe afspraken maken, dat ze deze ruzie beëindigen en een manier vinden om weer met elkaar door te gaan, Rusland en Oekraïne samen. Dat zie ik jammer genoeg zo snel niet gebeuren. Maar voordat deze oorlog echt helemaal voorbij is, dat zal nog wel een tijdje duren.